Ik sta hier voor een dichtgetimmerde winkel in Boksel. Maar wat doet dat dan eigenlijk met de eigenaren en waarom doen ze dit? We staan hier met Jasmine Melis, eigenaresse van Sigarenmagazijn Foods. We zijn even ergens naar binnen gegaan omdat het buiten heel hard aan het regenen is. Waarom heb je ervoor gekozen om je winkel dicht te timmeren? Voornamelijk voor het risico wat ermee komt met, we hebben een monumentaal pand en op het moment dat een monumentaal pand kapot gaat, dan moet je wel zo zorgvuldig uit gaan zoeken wat je wel en wat je niet kunt doen. En die schade is niet te overzien en dat is hoofdreden nummer 1 geweest. En bijkomstigheid is daarmee, zeker wat er in Den Bosch is gebeurd, dat wij hebben een tabakspeciaalzaak en al onze goederen staan gewoon los in de winkel. Als daar geplunderd wordt, dan is het helemaal niet meer te overzien. Ja. Voelt u het nu wel veiliger nu de winkel dicht is gemaakt? Ja en nee. Aan de ene kant, je hebt meer bescherming van buitenaf, maar tegelijkertijd als je binnen bent om te werken, je hebt totaal geen zicht op wat er buiten gebeurt. Dus uiteindelijk is het, overdag is het onveiliger en 's avonds is het veiliger. Ja, en wanneer bent u het van plan om het eraf te halen? We wachten in ieder geval even de maatregelen tot vanavond af. En over een paar weken is het carnaval, dus waarschijnlijk zo rondom na de carnaval ergens. Ik sta hier met Arjen Witteveen, eigenaar van 3 panden in Boksel. En hoe onderhoudt en beschermt u uw panden in deze tijd? Dankjewel voor de vraag. Dat klopt inderdaad. Ik wil eigenlijk zo antwoorden. Ik heb heel veel te doen met mensen in andere plaatsen die aan hun bezitting is gekomen de afgelopen week en zo. Gelukkig is dat hier in Boksel niet het geval geweest. Maar het was vorige week dinsdagavond wel een heel spannende tijd, heel zenuwachtig. Aan de overkant begonnen ze met rekken te schuiven, daar begonnen ze te timmeren. De markt werd leeggehaald, hier ligt de straat open en die aannemer die begon allerlei spullen aan de kant te zetten. En zo kan ik wel doorgaan. Dus wij ook hier beneden gesproken met de aannemer, andere aannemer weet die ook aan de overkant iets deed. Ik zeg, wat kunnen we doen? We kunnen dus de boel dicht gaan timmeren, maar ja, ik zit inderdaad met 3 winkelpanden die open moeten blijven en er komen steeds andere mensen in voor die panden overdag, hè, voor te werken en zo. Dus dan hebben we eigenlijk de dag erop, de woensdag, besloten om er toch maar rekken neer te zetten. Ook wat hebben jullie kunnen zien, ik weet niet of je dat opgenomen hebt, maar in ieder geval dus niet helemaal dicht te doen. En zo willen we dus de boel beschermen. Tot het moment afkloppen is het allemaal nog goed gegaan. Dus we hopen dat het daarbij blijft, ter bescherming dan. Want het is natuurlijk geen fraai gezicht, niet alleen hier, maar voor heel Boksel en ook in andere plaatsen. En hoe eerder dat voorbij kan zijn, hoe beter dat is. Ik sta hier met Richard Strik in zijn eigen cafetaria in Boksel. Ben jij extra bang omdat jij een van de weinigen bent die eigenlijk zijn zaak niet heeft dichtgetimmerd? Ik was dinsdag inderdaad even alert. Dat was eigenlijk tussen aanhalingstekens de belangrijkste dag, omdat de spanning toen het hoogste was. Maar goed, ik had al vrij snel in de gaten dat de politie en eigenlijk de overheid al redelijk goed alles onder controle had. Dus ik heb inderdaad wat maatregelen genomen door mijn spulletjes allemaal binnen te halen, fietsen binnen te zetten, planten binnen te zetten en zelf een oogje in het zeil gehouden. Maar eerlijk gezegd was ik niet extra bang. Nee, zeker niet. Nee. En hoe lang denk je dat de horeca nog kan overleven in deze situatie? Oei, oei, oei. Dat is een hele goede vraag. Dat baart me inderdaad zorgen. Veel ondernemers staat het water echt aan de lippen. Het is een cliché, maar het is echt zo. Een half jaar mag het zeker niet meer gaan duren. En dan is het gelukkig prettig dat er heel veel huurbazen zijn die graag mee willen werken en in oplossingen denken. Maar het is het wordt echt heel erg lastig. En ik vind ook dat de horeca best hard wordt aangepakt. Omdat er een deel van de horeca is waar eigenlijk heel veel mogelijk is om met goede maatregelen iets goeds te kunnen bereiken tegen corona. Dus tenminste dat mensen niet besmet kan worden. Dus wat dat betreft worden we best hard aangepakt. En ik heb ook zorgen om corona. En ik wil dat het virus zo snel mogelijk het land uit is. Maar er ligt nog niet wel wat werk, zeker. En wat doet dat persoonlijk met u, dat het zo erg bij de horeca is? Heel veel, want ik ben, zoals misschien heel veel mensen weten, voorzitter van de horecavereniging geweest. Ik ben nu de horecavertegenwoordiger in centrummanagement. Dus al die hele zwarte luiken buiten, die doen men erg veel pijn. En mijn horecahart bloedt daar zeker van. Omdat ik natuurlijk alle ondernemers ken. En doet mij heel erg zeer, zeker. Ja. Ja. En hoe helpt u deze ondernemers dan op dit moment? Nou, daar wat kan via het centrummanagement natuurlijk. Hè. De directe financiële oplossingen, die moeten ze zelf doen. Maar waar wij ze vanuit het centrummanagement tools aan kunnen reiken, doen we dat zeker. Dus, En heeft u ook iets
uit deze situatie kunnen halen? Ja, we letten meer op elkaar. Dat vind ik al een heel groot pluspunt. We houden elkaar beter in de gaten. Niks is vanzelfsprekend. Dat is iets wat me heel erg op is gevallen afgelopen jaar eigenlijk. Dus, en daar moeten we zeker voor de toekomst iets mee doen. Absoluut. Ja, dan wens ik u het allerbeste. Goed zo. Veel succes nog. Dank je.